Water wil altijd naar het laagste punt. Kijk maar onder de douche. Het water stroomt vanzelf naar de afvoer. En voor het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest geldt dat ook. Kijk, dit is Drenthe. Het ligt zo'n 13 meter boven NAP. Water loopt daar via het boezemsysteem van beken, stromen en kanalen vanaf naar het lager gelegen Groningen. En hier midden in Groningen daalt de bodem door gaswinning. Water wil daar dus naartoe en als je niks doet, dan overstroomt het er. En daarom hebben we daar gemalen om droge voeten te houden. Die pompen het water via drie schillen steeds een stukje hoger, tot het door vrij verval via het boezemsysteem vanzelf weer verder stroomt, richting het Lauwersmeer. Ooit bedacht als bergingsgebied en inmiddels staat het bekend om de prachtige natuur. Maar het blijft waar het ooit voor bedoeld is. Waterberging. Een gigantische bak, zeg maar, waar je heel veel water in op kunt slaan. Na het Lauwersmeer heb je dan nog de Waddenzee, het laagste punt. Vergelijkbaar met de afvoer van je douche. Laten we nu even alle waterstromen in Noord-Nederland bekijken. Kijk, aan de oostkant van de provincie Groningen stroomt water uit Drenthe en Groningen naar het laagste punt in Delfzijl. En hier in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest stroomt het water uit Drenthe en Groningen en ook nog eens heel veel water uit Friesland af naar de Waddenzee. Oké, maar hoeveel water is dat dan bij elkaar? Dat valt toch wel mee? Nee, dat valt helemaal niet mee. 1,3 miljard kuub water stroomt hier gemiddeld jaarlijks de Waddenzee in. Oh, en dat is veel? Gigantisch veel. Bevriezen we even 1 kuub water, dan heb je een ijsblok van 1 bij 1 bij 1 meter. En zetten we daar dan 1,3 miljard van naast elkaar, dan kan je ruim 30 keer de aarde rond. Zoveel water stroomt er hier dus jaarlijks vanuit Groningen, Friesland en Drenthe in de Waddenzee. En dat is een hoeveelheid die je heel serieus moet nemen. Maar waarom is het Lauwersmeer dan een bergingsgebied, terwijl het water vanzelf naar de Waddenzee stroomt? Dat is omdat de Waddenzee niet altijd beschikbaar is. Dat komt door de getijden. Als het vloed is, dan staat het water in de Waddenzee hoger dan in het Lauwersmeer. En water wil immers altijd naar het laagste punt. En dat is bij vloed niet de Waddenzee, maar het Lauwersmeer. En daarom berg je het water daar zo lang tot het weer laag water is en je weer kunt spuien op de Waddenzee. 2 keer per dag dus, bij eb. Aha, zo simpel is het dus. Nou, zo simpel is het ook weer niet. Want stel nou dat je een paar dagen noordwestenstorm hebt of het is springtij. Dan staat het water in de Waddenzee hoger dan normaal. En dan kan je soms een paar dagen niet zoveel spuien als anders. En stel dat er dan ook nog extreem veel regen valt in Drenthe, Friesland en Groningen. Ja, waar laat je dan al dat water? In het Lauwersmeer, want die is daarvoor bedacht. En daarom pompt het waterschap een bewust helemaal vol. Ondertussen kan het waterschap op basis van lange termijnsweersverwachtingen en geavanceerde computermodellen berekenen wanneer er gespuit kan worden op de Waddenzee. En zo heeft het waterschap het waterpeil in het Lauwersmeer onder controle. Dat is een veilig gevoel. Het waterschap zorgt ervoor dat iedereen in de provincie, nu en in de toekomst, droge voeten houdt. En daarom houdt waterschap Noorderzijlvest nu al rekening met de stijgende zeespiegel en veel meer regen in korte tijd door opwarming van de aarde. En nog verdere bodemdaling door gaswinning. Dat doet het waterschap onder andere door de capaciteit van het gemaal H.D. Lauwers in Zoutkamp op te voeren. Daardoor wordt er niet meer water naar het Lauwersmeer afgevoerd, maar het gaat wel op een slimmere manier. We willen geen extra druk op het Lauwersmeer. En daarom gaan we water onderweg langer vasthouden. En bergen in meerdere nieuwe bergingsgebieden die worden aangelegd. En omdat daarnaast ook nog eens over honderden kilometers de kaden en keringen worden verhoogd, kunnen we ook daar het water langer vasthouden. Vasthouden, bergen, afvoeren en keren. Daar gaat het om. En dat, in combinatie met slim watermanagement, gaat ervoor zorgen dat wij nu en in de toekomst droge voeten houden in Noord-Nederland.